Elke van Horp, vandaag stond Gent tegen Liers op het programma, achtste finale van de beker. Hoe is het gelopen voor jullie? Ja, gezien de uitslag denk ik dat het zeker wel dat het goed gelopen is. Natuurlijk moet elke wedstrijd wel gespeeld worden en we weten dat Gent niet echt ligt. Dus, ja, competitie was hier 1-1. Hè? Mm-hmm, inderdaad. Maar ja, bij een beker kan natuurlijk alles. En dat is wel duidelijk, denk ik, doorheen de jaren. Mm-hmm. Dus ja, we moesten ook gewoon uitgaan van ons eigen spel. Ik denk dat dat zeker wel gelukt is. Het veld is niet zo breed en ik denk dat we het daar in ieder geval wat moeilijk mee hadden. Maar ja, we zijn blijven voetballen en ik denk dat het wel geloond heeft. Ja, jullie komen heel vroeg op 0-1 al. Mm-hmm. Inderdaad. Dan is natuurlijk de kunst om het vast te houden en niet alles wat te laten hangen en zo. Ik denk dat we dat zeker goed gedaan hebben. We zijn zeker op zoek gegaan naar die 1-2-0 en die is ook gevallen. Mooie goal van in. Ja, inderdaad. Ze heeft goed gezien en ging er mooi in. Ik denk dat iedereen al verschoten was dat het erin ging. Ik was heel blij. Ja. Want natuurlijk, als je een 2-0 valt en dan meer, dan gaat het ook wat beter. En ik denk dat iedereen dan nog meer durft. En dat was ook zeker duidelijk. Ja. Dan de derde goal, wat gebeurt er? Ja, ik zag dat een bal niet echt zo snel ging. Dus ik dacht dat ik er wel tussen kon zitten. En ja, dat moet je niet nadenken, dat moet je gewoon doen. En dat ging erin. Dus mijn eerste goal van het seizoen. Ja. Dus, en dan volgen daarna, tweede helft, volgen er nog twee. Hè? Ja. Nog twee keer van jou. Hoe gingen die? Ik moet dat denken. Ten eerste ging ik alleen op Nicky. Ik kreeg hem terug in mijn voeten en dan moest ik hem ook gewoon binnenleggen. En de derde met mijn hoofd. Ja, een mooie voorzet van Sillen. Hoofd er tegen en hierin. Dus ja, ik denk dat het mooi was. Dus de bekerhouder gaat door en jullie spelen volgende match in de beker op Standaard. Ja. Daar hebben jullie pas tegen gespeeld. Al twee keer gelijkspel in de competitie. Nu voor de beker moet er iemand winnen. Wat denk je? Het is wel nog lang, maar wat denk je er rond die match? Ja, ik denk ook gewoon dat we weer uit moeten gaan van onze eigen sterkte en proberen te voetballen. Ik denk dat het vandaag wel duidelijk is geweest dat we dat kunnen. En als we weer dat voetbal kunnen brengen, dan moeten we zeker kunnen winnen, denk ik. Het zal niet gemakkelijk zijn, uiteraard. Maar ik denk dat vorig jaar hebben we ook gewonnen aan Standaard. Dus ik denk dat we gewoon in moeten geloven en er volop voor de winst gaan. Ja. Dan in de competitie Super League. Jullie staan heel lang aan leiding. Nu staan jullie tweede, maar je speelt vrijdag de topmatch op bezoek bij Anderlecht. Geen match hebben jullie gewonnen met 1-0 en jullie zijn nog altijd ongeslagen. Blijft dat ook zo na vrijdag? Ik hoop het natuurlijk. Ik denk dat we opnieuw weer voor de winst moeten gaan. En we weten ook dat het niet gemakkelijk zal worden. Want de vorige match, thuismatch, was ook niet gemakkelijk tegen Anderlecht. Ja. Ook weer gewoon voetballen en uitgaan van onze eigen sterk. Ik denk dat we dat elke wedstrijd moeten doen. Niet naar de tegenstander kijken, maar gewoon naar onszelf kijken. En ik denk dat als we dat doen, dat wel moet lukken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan voor de winst. Ja. Dan de competitie. Jullie staan met 3 bovenaan. Hier, Anderlecht staan daar. Denk je ook dat het tussen deze 3 voor de titel zal gaan uiteindelijk? Ik denk het eigenlijk wel. Het zal heel spannend worden. En we zullen wel zien dat er wint, zeker. Ja. Dan afgelopen maandag hebben jullie met de nationale ploeg tegen Servië gespeeld. 1-1. Mm-hmm. Wat denk je daarvan na de 1-1? Ja, ik denk dat het heel jammer is en dat er veel meer in zat. Maar de Serviërs hebben geknokt. En ik denk dat we veel kansen gehad hebben, dat we zeker nog wel wat meer hadden moeten scoren. Maar jammer. De coach zei ook, speelt die wedstrijd 10 keer en 8 keer wint je. Deze keer hebben we gelijk gespeeld. Ja, we zullen het, Ik vind het jammer, maar het is nu zo. Er is niks meer aan te doen. Ja. Dan gaan jullie met de Red Flames in maart naar Portugal. Jij hebt daar al gespeeld, ooit is de match 0-1. Ah ja, ja, inderdaad. De Algarve Cup. Ik denk dat dat al een mooi toernooi is. Ik denk dat het mooi is om tegen de landen allemaal te spelen. En zeker ook goed voor de ploeg. Goede voorbereiding op die match in Engeland? Ik denk het zeker wel. Engeland zou heel moeilijk worden. Dus de voorbereiding is welkom. Dus En dan maar Lierse, beker en titel dit jaar? Het zou mooi zijn, maar ik ga daar niet echt een uitspraak over doen. We gaan er natuurlijk voor, maar wat komt, dat komt. En we zullen wel zien, zeker. Oké, dankjewel voor je succes. Dankjewel. Dankjewel.